Hoe kan je veel views krijgen? Dit is het onderwerp dat ik vandaag ga behandelen. Ik ben Ronald Wiel van het kanaal Sputnik. Mijn kanaal gaat over YouTube tips, internet tutorials en computer how-to's. En met dit gezegd hebben, laten we meteen beginnen. De site heet feeboom.com. En dit is wel een betaalde manier, maar ik kan, zoals je kunt zien, deze site is Google Partner. Dus als je adverteert voor YouTube-video's of voor promotie YouTube-video's, advertise your YouTube-channel, dan moet je dus hier je URL intypen. En wil je op deze site komen, een link staat in de beschrijving. En dan de site promote je video's eigenlijk via andere sites, dus ook op externe sites, niet alleen op YouTube zelf, maar ook op externe sites. Dus als je bijvoorbeeld dit wil doen, dan leggen ze hier uit hoe je dit kunt doen. Je kunt ook betalen via PayPal. Dus als je andere video's van me kijkt, dan kun je bijvoorbeeld enquêtes invullen en daarmee geld verdienen en dat op PayPal laten uitbetalen. En dan via PayPal weer betalen, investeren in je YouTube kanaal. Dus dat is natuurlijk wel super handig en best wel easy om te doen. Dus dan kun je gewoon wat tijd spenderen in enquêtes maken. En dan verdien je een bepaald bedrag. En dan kun je investeren in je YouTube kanaal. En dan natuurlijk die threshold halen. En als je die threshold helemaal gehaald hebt, dan verdien je inkomsten van YouTube ads. En dan kun je ook weer investeren in je YouTube kanaal. En zo kun je eigenlijk een money flow creëren. En uiteindelijk verdien je daar natuurlijk zelf het meeste aan. Want uiteindelijk gaat het subscriber aantal en het views aantal zo hoog worden dat je een bepaald bedrag overhoudt in de maand. Dus het is altijd handig om te investeren in je kanaal. En zoals je kunt zien 12.500 views, 28.150 views, plus 6.300 abonnees. En al meerdere mensen hebben dit al geprobeerd. Dus wil je dit doen, link staat in de beschrijving. En met dit te laten zien te hebben, hoop ik jullie genoeg geïnformeerd te hebben. Check ook mijn andere video's en ik zie jullie terug op mijn andere video's.